Welkom bij mijn room tour. Ik ga nu alvast sorry zeggen voor het feit dat je echt IKEA heel vaak voorbij ziet komen. Echt niet normaal. Want ik heb namelijk echt alles van de IKEA. Ja, ik ben echt zo'n persoon die de hele middag kan rondtuiten in de IKEA. Mijn bed is van de IKEA, mijn kussens zijn van de IKEA, mijn kast is van de IKEA. Echt alles is eigenlijk van de IKEA. Alleen hij is nog niet helemaal af. Dus ik ga ook nu alvast sorry zeggen voor het feit dat er heel snel een deel 2 weer bij komt. Want ik vind het nu nog heel erg kaal en heel erg steriel en ja. Dus neem gauw een kopje koffie of een theetje zoals ik. En geniet van mijn room tour. Laten we dan maar snel beginnen. Time to let it go, let it out when I sit so. Een beetje. Mijn lampjes langs mijn bed. Mijn nepplant van de IKEA. En mijn nachtkastje. Dit is mijn make-up tafeltje. Ja, die lamp moet nog opgehangen worden. Maar ik denk dat ik die in de nok doe. Maar daar ben ik nog niet helemaal van overtuigd. Hi! Alleen, ik zit wel te denken om de achtergrond roze te gaan verven. Alleen van dit stukje dan hier. Maar dat weet ik niet zeker. Ik ben nog aan het twijfelen of ik dat zou doen. Hier heb ik mijn productjes. En zoals ik al zei, heb ik nog niet overal fotootjes voor. Dus vandaar dat sommige dingen nog leeg eruit zien. Have you seen? Did you wonder why it's still here? While I'm still reflecting in your fear, strangest light of the atmosphere. Let it go, let it out, let it sing, let it flow. En hier heb ik nog wat kleren hangen. Het staat nu best wel vol eigenlijk als ik het nu zo bekijk via de camera. Allemaal doen. En ook zat ik te denken om hierboven een plankje op te hangen. Voor mijn tassen. Maar ook daar ben ik nog niet helemaal zeker. Dus als jij ideetjes hebt, laat dat alsjeblieft dan echt hieronder achter. Want ik ben echt wanhopig op zoek naar ideetjes. Nou, dit is mijn spiegel. Hij is ook nog niet helemaal af. Want hier ziet het er een beetje futuristisch uit. Maar hier moet ik dus nog een schakelaar op gaan zetten. En die wordt dan hier ingezet. En dat wordt dan weggewerkt nog helemaal. Dus dat komt nog helemaal goed. Ja, nu moet ik nog even zo ernaar kijken. En kan ik mijn bolletjes nog niet aanzetten. Hoi. Dat vind ik wel jammer. Maar ja. En als je naar beneden kijkt, naar mijn voetjes. Hebben we een koetje? Dat is Koetje. Koetje heeft al een beetje gaten hier gekregen, waar ik niet zo blij mee ben. En dan zat ik hier nog aan te denken om nog 2 van die poefjes neer te zetten. Maar ook daar ben ik niet zo heel erg zeker van. Woe! Dat is iets wat ik wel echt heel erg cool vind. Nou, dit was mijn room tour 2017. Zoals ik al zei, er komt binnenkort ook weer een deel 2 aan, want ik ben nog niet helemaal klaar. Maar ik kan jullie hulp daar heel erg goed bij gebruiken. Dus zou je dan alsjeblieft hier beneden een berichtje willen achterlaten. Wat je wel leuk vindt of wat je niet leuk vindt. Zoals wat ik zei van het schapje, plankje. En de roze muur, of jullie dat een yes, go vinden of een no, go. Daar helpen jullie mij enorm mee. En als jullie abonneren, vergeet dan niet gelijk het belletje mee te nemen.